De legende is waar. De mythe is misschien opgelost of ook weer niet. Welkom bij een nieuwe aflevering van Freizeitpark Freudenthal. Hier natuurlijk bij deze bootattractie. Eigenlijk is het gewoon een dark ride en we gaan hem vandaag afbouwen. In de podcast gaan jullie horen dat er een idee kwam voor een monsterachtig wezens hier binnen in deze attractie. Dus het wordt ook een beetje mysterieus, een beetje spannend, een soort expeditie. Laat vooral een duimpje achter en ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker. Laten we beginnen met de podcast. Heel veel kijk- en luisterplezier. Ja, je luistert naar de kleine podcast. Welkom bij weer een gloednieuwe podcast. Yes, ja, daar zijn we weer. Dat was wel een beetje een mager applausje. Inderdaad, een beetje een te mager applausje. Welkom bij de podcast. Yes. Ja, niet om het een of ander, maar dit was ook wel mager. Gerard, we gaan door. We moeten door. Oh ja, we hebben een schema. Een schema. Niet vergeet het schema. Ja, dat schema, dat is dus de vragen van jullie. Dat zijn reacties, dat zijn feedback berichtjes. Van alles. Ja, inderdaad. Nou, laten we snel beginnen met deze podcast. En leuk en tof dat jullie weer kijken. Er zijn natuurlijk weer een hoop liefhebber... Gerard, wat ben jij aan het doen? Nou, dat komt zo wel even. Ik heb hier een brief. Een brief? Die kreeg ik van een boze fan. Een boze fan? Waar gaat het over dan? Ik zal wel even inpakken weer. Dat is wel een beetje raar, Gerard. Dan ben je iets aan het doen. Hè, dan heb je mijn aandacht getrokken. En vooral nu dat ik het weet dat het over een boze fan... Goed, dan komt dat dadelijk wel. Laten we eerst met leuke reacties beginnen dan een boze fan. Ik kan me niet voorstellen, maar oké. Deze komt van Robin en hij zegt... Is het leuk om in de berg, die je aan het bouwen bent in je park... een ondergrondse ruimte te maken waar mysterieuze en geheime dingen gebeuren? Verder ziet de attractie er steeds mooier uit. Nou, dankjewel Robin. Het gaat natuurlijk over de boottocht. Ja, maar die zou toch een beetje die Tirol-setting blijven? Ja, inderdaad. Nee, dan gaan we daar inderdaad niet te veel aan sleutelen. Het is natuurlijk heel gaaf om er een soort van Area 51 in Movie Park van te maken. Wat Jules Notermans, die zegt dat. Dat is heel gaaf. Het wordt ook spannend. Maar we kunnen misschien wel een soort van mythe plaatsen. Dus dan is het misschien wel een soort monster die daar leeft in die grot. Maar dan is het niet alienachtig misschien. Nou, het kan. Over een monster gesproken. We kunnen ook mijn schoonmoeder hier zitten. We gaan geen mensen belachelijk maken, Gerard. Nou, ik kan je zeggen, als je mijn schoonmoeder in een attractie zet... dan heb je gegarandeerd een succesvol spookhuis. Jongens, rustig. We gaan door met Anthony Starkman. Hij zegt maandag de Planet Coaster dag. Ik heb wel een paar vraagjes voor jou. Nou, dan komt het. Ik wrijf was in mijn handen. Morgen komt de Conversation Pack uit in Planet Zoo. Wat vind je van deze DLC en komt er ook een video van? Nou, ik wilde wel een video van maken en ik heb hem als het goed is ook geactiveerd in mijn Planet Zoo. En als laatste vraag is of ik ook een keer een park kan openen, zodat de bezoekers alvast een kijkje kunnen nemen. Ik zou dat niet doen. Oh, ja. Nee, dat is inderdaad niet verstandig. Ja, nou, moet je ook even zeggen waarom dat niet verstandig is. Want anders gaat mensen zich afvragen, waarom is dat niet verstandig? Ik leg het uit. Het is niet verstandig, omdat ik denk dat heel veel meldingen komen. Maar vooral het belangrijkste, dat er te weinig wc's verspreid zijn in het park. Dat ik continu de opmerking krijg... meneer Pieter moet nog plassen. En Hupplepup, die moet nog ook even naar het toilet. Maar die kan geen toilet vinden. Misschien moet je meer toiletten bouwen. Of de mensen klagen over dat ze honger hebben. Misschien moet je wel een eetkraampje plaatsen. Ik denk dat dat er wel gaat gebeuren. Het zijn wel van die typische rollercoaster tycoon meldingen. Maar dat kan natuurlijk ook in Planet Coaster gebeuren. Dat de mensen gewoon, niet gelijk in hun broek gaan plassen. Maar er moet wel voldoende zijn om de mensen tevreden te houden. Dat is denk ik het belangrijkste woord. En dan geldt dat voor zowel attracties als natuurlijk de kraampjes. Dus eigenlijk op het einde, wanneer het park af is, dan is het een soort van opening. En ook voor mij de verrassing van, wat gaan de mensen doen? Waar gaan ze naartoe lopen? Waar gaan ze volgen? Waar gaan ze achterna? Waar gaan ze gewoon achtervolgen? We gaan kijken wat ze gaan doen. En wat is voor de mensen dan misschien wel hun favoriete attractie? Of lopen ze misschien wel gelijk naar het spookhuis? Of vinden ze misschien wel die dark ride met die waterbootjes leuk? Of het kindergedeelte?
Daar ben ik benieuwd naar. Maar die verrassing hou ik ook voor mezelf en voor jullie op het allerlaatste. Ja, waarschijnlijk eind van dit jaar. Toch? Eind dit jaar. Ja, het klinkt misschien raar, maar als ik inderdaad tot het eind van het jaar ga bouwen, dan heb ik een park gebouwd in 2 jaar tijd. En dat is een behoorlijk lange periode. Dat zijn gewoon 365 plus 3, 7, meer dan 730 uur samen. Dat is een behoorlijk lange tijd. Zoveel dagen. Maar natuurlijk niet elke dag eraan werken. 1 keer per week. Ja, dus eigenlijk 52 weken keer 204 keer. Ja, nee, maar dat klopt natuurlijk niet, want ik heb ook nog heel veel livestreams gedaan en tussendoor video's en dan, ja, weet je, je bouwt af en toe onbewust ook nog wel eens aan de map en dan, ja, dan schiet dat wel op, maar meestal als ik ga bouwen, dan ben ik toch wel 1 uur tot 2 uur zoet en dat is ook logisch, want het park heeft heel veel details en er komen nog heel veel details aan, dus het wordt wel weer zo'n, ja, ik moet een krachtige PC hebben om het redelijk te kunnen draaien map. En dat is voor sommigen best wel irritant. Ik had ook voor mezelf beloofd om een wat kleiner parkje te maken. Maar dat is helaas niet van gekomen. We gaan door met Sven Dekker. En die zegt, beste Vincent, ik snap gewoon niet hoe het kan dat jij nog niet op de 100.000 abonnees zit. Want je verdient dit zo. Ach, dankjewel. De toewijding, jouw eigen manier hoe je video's maakt van Planet Coaster, de pretpark reviews met Hessel en No Limits plus alle andere. Ik geniet daarvan. Ik volg je echt al vrij lang en zie duidelijk progressie. Ik ben nog steeds trots op de afleveringen dat je mijn projecten hebt gereviewd. Ga zo door. Groetjes van Sven Dekker. Nou Sven, dat heb ik met plezier en met liefde en met trots gedaan. Dus ja, dit is echt een heel lief berichtje. Dankjewel voor deze grote complimenten. Dat kan ik wel grote complimenten noemen. Captain Rex, die vraagt aan mij. Ik ga deze zomervakantie naar Walibi, Legoland Billund en Tivoli. Maar heb je aanraders voor deze parken? Nou ja, ik zou zeggen, pak de highlights. Pak gewoon de grote attracties, pak de achtbanen, pak de dark rides. En pak misschien nog, als je tijd over hebt, een aantal flat rides. Zeker doen. Oh, die is echt heel heftig hoor, die brief. Maar, leg nou weg. Ja, ik leg hem weg. Ja, leg hem nou maar weg. Je hoort gewoon wachten. Aan het eind. Ja. Aan het eind. Ja, aan het eind, dat weet ik. Dat moet je, maar dan moet jij die brief wegleggen natuurlijk. Ja, maar dan moet jij ook niet nieuwsgierig zijn. Ik ben helemaal niet... Ja, ik ben nieuwsgierig, maar niet nu. Ja, oké, maar... Nee, niks, oké. Gewoon, we gaan door. We moeten nog een hoop reacties bespreken. Jesse Plays Games zegt... Je kunt de dark ride baseren op de geheimen van de plantenrij. Huh? De plantenrij? De bosjes op de berg. Een soort van... Hè? De baseren op de geheimen van de plantenrij. Maar wat is een plantenrij? Is dat misschien gewoon een indoor gebied met heel veel planten? Die gaan aanvallen zodra je hun in hun ogen kijkt, terwijl ze geen ogen hebben. Ja, ik weet het niet. Maar dankjewel voor je idee. Misschien een hele rijke fantasie die je hebt. Super. Nou, ik hou daarvan. Ik vind fantasie vind ik leuk. En vooral als het zo lekker ver gaat. Toon zegt, vandaag helaas geen ideetjes voor jou. Ach, van al die toetsen aan het eind van het jaar raken mijn ideetjes een beetje op. Nou, Toon, dan denk ik dat jij wel... Het is tijd voor vakantie. Sowieso, neem lekker vakantie. Silver for Life zegt, je bent uitstekend bezig met dit park. Je zou in de grot wellicht een soort sprookjesscène kunnen maken met natuur en ook dieren. Je begon over een eventueel volgend park en dat is misschien nogal ver weg. En misschien speelt het ook helemaal geen rol of zo. Maar ik heb wel een idee. Het thema voor je volgende park, Amerika. Ja, en in dit thema kan je dan het Wilde Westen kwijt, de filmstudio's, shows, attracties. Maar Amerika heeft ook een prachtige natuur, zoals de Yellowstone, Yosemite. Daar kan je weer hele mooie houthakkers aan toevoegen. Je hebt een boardwalk, die veel in Amerika voorkomt, zoals de Santa Monica Pier en de Santa Cruz Boardwalk. Nou ja, je kan zoveel doen, maar het was maar een idee. Dankjewel, Silver for Life. Dat klinkt leuk, vooral het Wilde Westen thema, daar ben ik wel fan van. Het zou ook heel tof zijn om gewoon 1 park te maken. Een Wild West park. En dan niet zozeer een slagharen idee, maar wel ook weer wel. Dus zeg maar echt compleet 1 thema. En dat misschien uitmelken met Mexicaans of een beetje het oude Wilde Westen. Of het griezelige Wilde Westen. Of misschien het wat modernere Wilde Westen. En ik heb daar wel zin in. Dus misschien voor later een idee om een klein pretpark te maken. Hopelijk ook weer realistisch. En dan gebaseerd op het Wilde Westen. Superleuk. Ja, Tibor heeft ook een reactie over een fontein. Ja, ik zie het. Hij vraagt namelijk, je moet meer doen. Een tip hè, van hem. Een tip. Doe meer met een fontein. Het ziet er leuk uit.
Ja, ik heb natuurlijk een soort van watersproeier gebruikt in de berg. En daardoor lijkt het net of er een soort watervalletje uit die berg komt. Maar ik ben het er wel mee eens. Wat meer met water spelen. En vooral in die, ja, bij die boot. En we hebben natuurlijk ook een berg gemaakt. Dus waarom zou het niet leuk zijn als er gewoon een soort van watervalletje van bovenaf zo tegen die rots aan weer kaatst. En dan zo naar beneden. Dat is, ja, dat is gewoon extra aankleding. Frikandelbroodje zegt, ik zag je bij Troy in Toverland. En nog dankjewel voor de handtekening. Groetjes aan Hessel en Gerard. Hey, groetjes terug. Ja, nou leuk, Frikandelbroodje, graag gedaan. Dankjewel voor je reactie. En leuk dat je bij de meet and greet kwam. Oh, fijn dat ik gewoon groetjes kreeg. Ja, maar waarom zou je geen groetjes krijgen? Hoe doe je, bent ook gewoon onderdeel van de podcast. Ja. En toch komen er nog steeds reacties, en dat geldt niet alleen voor deze video, maar ook onder andere series, dat er weer een Roblox-reactie komt. Ja, mijn kanaal, ik ben natuurlijk niet echt een volledige Roblox-kanaal. Ik speel het wel de laatste tijd heel veel. Maar het is eigenlijk het geval dat er weer een update komt in Team Park Tycoon. En ik heb die update gezien. Ik heb er nog geen livestream of een video over gemaakt. Maar het schijnt dus dat je dingen kan scalen. En dat is iets wat ik graag in Planet Coaster ook wil doen. Dat is objecten groter en kleiner maken. Dus stel je voor, je hebt een tonnetje. En je wilt dat tonnetje die daarnaast staat, dezelfde model. Maar je wilt hem net wat kleiner. Ja, dan kan je dat niet doen. Want dat bestaat niet, want je kan het niet scalen. Ik hoop als er Planet Coaster 2 komt, dat is al een grote wens. En tegenwoordig in de game zie je het bijna overal. Dat je dingen kan scalen. Dat je dingen kan groter of kleiner maken van hetzelfde object. Dus hopelijk in de nieuwe Planet Coaster 2, als die er ooit komt, dat we dat kunnen doen. Zodat we heel veel uitgebreide dingen kunnen bouwen. En heel gevarieerd kunnen bouwen. Nog meer gevarieerd dan nu in de toekomst. Ik ben benieuwd. Maar Gerard, we hebben nu best wat reacties gehad. En en jou de vraag. Ja. Die brief, wat is dat? Ja, ik pak hem er even bij. Sorry voor het gekraak. Ja, schiet maar op. Ik heb hier een brief. En die komt dus van het boze kerkje. Ja, dat weet ik. Dat heb je al gezegd. Een boze, ja. Maar wat staat er in die brief? Nou, die komt van Eliotte. Oh? Ja. Eliotte, en die zegt... Wat zegt hij? Vincent. Ja. Het is eigenlijk niet naar mij gericht. Ja, wat... Maar Vincent, waarom reageer je niet op mijn bericht? Waarom ik niet reageer op berichten? Nou, ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk op berichten te reageren. En dat geldt dan ook heel erg voor de andere series die ik upload. Ik probeer bijna alle reacties te lezen. Het is soms best wel veel. Soms is het ook weer wat minder. De ene keer meer dan de andere. Maar voor Planet Coaster Podcast is het soms ook heel lastig om iedereen te beantwoorden. En probeer gewoon een hele leuke vraag te stellen. Of een idee of een tip of wat dan ook. En dan, ja, als er gewoon een leuke vraag is of wat dan ook, dan nemen we die mee in de podcast. Dus je moet ook wel een beetje geluk hebben, denk ik. Maar niemand wordt expres overgeslagen of genegeerd of zo. Dat moet je niet bedenken zo in je hoofd. Dat klopt niet. Maar wat wel klopt, is dat het er alweer op zit. Oh. Ja. Ja. Het zit er alweer op. Dit was de podcast. Hopelijk vond je het leuk. Laat dan natuurlijk even een duimpje achter voor deze video. En we gaan nog even door met de normale snelheid. En bedankt Gerard. Tijd gaat snel, hè? Ja. Als je het leuk hebt, is het altijd weer zo voorbij. Altijd. Dat is zo jammer altijd. Ja. Maar volgende week zijn we er weer. Zeker weten. Doei. Wow, voor mij voelde deze aflevering als een enorme rollercoaster. Ik heb best wel veel gebouwd, zowel in het indoor gedeelte als buiten de map. En het ziet er al een stuk beter uit. En dat is ook de bedoeling natuurlijk. Blijven verbeteren en blijven bouwen. Vooral dat laatste ook, denk ik. Ik had ook nog iets bedacht. Mochten wij aan het spookhuis gaan werken, dan ga ik ervoor zorgen dat de berg wordt doorgetrokken. Dus dat we eigenlijk een soort van onder de grond gaan bouwen. Dat het spookhuis ook overdag gewoon donker blijft. En dat de scènes er perfect uitzien. Vooral voor de belichting wordt dat wel een dingetje. Maar ik heb gemerkt aan de indoor gedeelte van deze mythe. Misschien een beetje te eng met die skeletten. Maar uiteindelijk is het wel spannend. En ik denk dat dat ook wel een beetje moet. Kijk, ik heb hier als een monster neergezet met een aantal lampjes. En ik denk dat dat al heel spannend gaat worden als ik het spookhuis ook op die manier gaat aankleden. En natuurlijk het grote monster, wat als het goed is elk moment hier naar boven komt. Yes! Daar is die. Is natuurlijk wel een standaard monster, maar wel super tof om deze gewoon in de map te hebben. En ook, ja, de mythe klopt. In deze grot woont dus zo'n eng zeemonster. Hier ga ik ook nog wat dingen decoreren natuurlijk. En dan kom je naar buiten en dan ben je een soort van klaar met de expeditie. En dan ben je klaar met de expeditie. Vond je dit nou een leuke video? Laat gewoon een duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker. En volgende week zijn we zeker terug met een nieuwe aflevering. Ik hoop je dan weer te zien. Doeg!